VVV TV is mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en Keulen Automaterialen in Venlo Blerik, Boksmeer en Bergen. VVV speelt morgen in de 7e speelronde in de Jupiler League, de uitwedstrijd tegen Dordrecht. Zometeen een vooruitblik op die wedstrijd. Eerst terug naar vorige week vrijdag. VVV ontving toen in eigen koel Go Ahead Eagles. De Eagles op dat moment de nummer 3 in de Jupiler League en volgens VVV-trainer Maurie Stijn een van de titelkandidaten, komen snel op achterstand na een enorme blunder van keeper Cummins. Het is Suntjes die het getreuzel van de Go Ahead goalie afstraft en de score opent namens VVV. Daarna is Opoku na een voorzet van Hunt met het hoofd dicht bij de 2-0. En er zijn meer kansen voor VVV op de 2-0. In de 20e minuut zien we een goede mogelijkheid voor Reschida. Zijn schot wordt gestopt door Cummins. De tegenaanval die daarop volgt zorgt voor de gelijkmaker. Oud-VVV'er Leon de Kogel stuurt Van Overbeek weg. Die is te snel voor Rutte en met een lage schuiver verslaat hij doelman Dekkers. Daarna is het weer VVV dat de beste kansen krijgt. Eerst Suntjes en daarna Reschida. Beiden zien hun schoten gestopt door Cummins. In de tweede helft begint VVV weer goed. Een mooie aanval waarbij de bal via Reschida en Suntjes uiteindelijk terechtkomt bij Nijholt. Zijn schot gaat net over. Daarna zijn er geen grote kansen meer. Niet voor VVV en niet voor Go Ahead. Het duel lijkt dan ook te eindigen in een 1-1 gelijkspel. Tot de blessuretijd. Een goede doorgekopte bal van Suntjes komt bij invallen van Krooi. Die tikt de bal in één keer voorbij Cummins. 2-1 voor VVV. Goed verlengen van Ralf, net als tegen Volendam. En ja, kwam ik alleen voor de keeper. Dus gewoon om goed te rennen, denk ik. Ja, je zegt het al net als tegen Volendam. Het lijkt een soort nieuwe rol voor jou als invaller en erg succesvol. Twee keer scoren. Hoe bevalt die nieuwe rol jou? Ja, ik denk dat dat niet echt een nieuwe rol is. Ik denk dat ik met mijn blessure heb gezeten en dat ik nu weer langzaam terug ben aan het komen. Vito is gewoon een uitstekende speler en die ons bij ons vorig jaar ook veel gespeeld heeft. Is geblesseerd geraakt en heeft wat tijd nodig gehad om terug te komen. En in zijn rol nu, die zit gewoon heel dicht tegen de basis aan. En we hebben gewoon drie prima voorhoede spelers met Reschida, Hunt en Van Krooi. Die elke week moeten vechten om een plekje. Zo simpel is het. Terechte overwinning, denk ik. Afgelopen vrijdag had je het ook nog verwacht? Nou, eerlijk gezegd, in die eindfase moesten wij noodgedwongen twee spelers wisselen. Promes en Reschida. Ja, toen was het 1-1 en ja, dat zijn toch twee belangrijke spelers die je dan moet wisselen. Dus op dat moment dachten wij van, laten we in ieder geval maar het punt koesteren. We hadden verdiend te winnen, maar als je in die eindfase twee belangrijke spelers moet wisselen, dan wordt het ook rommelig. Ook met je standaard situaties. Maar uiteindelijk viel die gelukkig nog in de allerlaatste seconde en dat was wel loon naar werken, vond ik. VVV heeft na 6 wedstrijden 9 punten. Daarmee staat de club op een gedeelde 7e plek. Tegenstander van morgen, Dordrecht, heeft ook 9 punten. Winst betekent voor beide ploegen aansluiting met de top van de Jupiler League. Ja, dat is wel een goede ploeg uit de beelden en ook uit de analyse van onze analist. Komt eigenlijk wel naar voren dat dat tot dusver de ploeg is die het meeste indruk heeft gemaakt. En met name aan de bal, fysiek een sterke ploeg. Heel veel opportunisme erin. Een nieuwe trainer die altijd heel aanvallend wil spelen. Dus ik verwacht een echte strijd morgen met twee fysiek sterke ploegen. En ik denk dat het wederom een hele mooie open wedstrijd kan gaan worden. De Belg Christian Hagen maakte de hele voorbereiding mee bij Dordrecht. Hij weet dus als geen ander hoe die ploeg speelt. Nou, die heeft ons wel informatie gegeven. Maar goed, wij kennen over het algemeen alle ploegen vrij goed. Maar met name een paar kleine details met betrekking tot spelers. Dat is handig als je iemand bij je hebt die daar de voorbereiding heeft meegedaan. Maar ook Post die daar gespeeld heeft. Dus dat kan net even een extra informatie geven. Ja, ze zijn fysiek heel sterk. Ze trainen ook heel hard. Want voor het spelletje dat ze willen spelen moet je ook gewoon fysiek heel sterk zijn. Ze zetten vanaf het begin overal druk, vol, 1-op-1. Plus ze hebben twee heel technisch vaardige snelle flanken waar ze proberen het verschil te maken.
Ja, natuurlijk, door die manier van spelen geeft natuurlijk ook wel veel ruimte weg. Want vanuit daar staan ze ook gewoon 1-op-1. Dus ik denk dat we daar morgen gebruik van moeten maken. Hoop je nou ook dat je wat minuten mag spelen tegen je club waar je deze zomer eigenlijk zat? Ja, tuurlijk. Dat zou voor mij het mooiste zijn. Ik hoop gewoon dat we winnen. Daar zou ik ook heel blij mee zijn. Maar natuurlijk wil ik minuten maken. Wie nu niet? En zeker daar, want het is natuurlijk wel een speciale match voor mij. Daar ga ik niet over liegen. Trainer Maurie Stijn kiest voor het duel tegen Dordrecht wederom voor dezelfde 11 basisspelers als in de laatste 4 duels. En na de wedstrijd tegen Dordrecht wacht woensdag de bekerwedstrijd tegen AZ, waar VVV mag hopen op een stuntje. Ja, daar hoop je natuurlijk altijd op. Als je naar AZ moet, die vorig jaar derde is geworden, en je moet ook nog uit, dan is dat een ongelukkige loting. Want je wil eigenlijk het liefst, als je zo'n wedstrijd hebt, wil je hem thuis hebben. Dan heb je misschien een vol huis. Maar wij willen elke wedstrijd voor de winst gaan. En dat zullen wij ook bij AZ doen. Dus als we daar ronde verder komen, dan zal het een stunt zijn. Absoluut. Maar we hebben wel vaker gestunt. Tot slot, vorig seizoen won VVV in de voorbereiding een oefenwedstrijd tegen Dordrecht met 1-2. Het seizoen daarvoor waren de Schapenkoppen 4 keer te sterk voor de Venlonaren. Zowel in de reguliere competitie als in de play-offs verloor VVV 2 keer. Dordrecht promoveerde toen via die play-offs naar de Eredivisie. De laatste Venlose goal op Dordts grondgebied is deze van Jules Rijmerink. We zijn er volgende week weer, dan niet op donderdag, maar eenmalig op vrijdag. Tot dan! VVV TV is mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en Keulen Automaterialen in Venlo Blerik, Boksmeer en Bergen.